Het moet afgelopen zijn met de overlast in de Alphense edelstenenbuurt. Burgemeester Lisbeth Spies treft maatregelen in de omgeving van het Topaasplantsoen en de Diamantstraat na een reeks mishandelingen, intimidaties, vernielingen en het bekogelen van de politie afgelopen zomer. Het mensen aanspreken op het gedrag. Jongeren die hangen in de portieken vragen van jongens, ga gauw ergens anders heen, ga iets leuks doen. En wie niet luistert, moet maar voelen. Het kan zelfs consequenties hebben voor het huurcontract van de overlastschoppers. Ik denk dat het goed is om zowel de wortel als de stok te hanteren. Dus goed gedrag belonen en diegenen die ondanks al die mooie dingen toch de verkeerde kant op gaan, lik op stuk geven. Verder wordt het afval in de edelstenenbuurt dagelijks verwijderd door de gemeente Alphen, zodat het aanzicht beter wordt. Het aanpakken van de intimidaties is lastiger. Daar heeft de burgemeester de omwonenden voor nodig. Er wordt heel veel gesproken over intimidatie, maar er komen heel weinig meldingen bij ons als gemeente of bij de politie. Dus je moet het niet aan elkaar vertellen, bij wijze van spreken, maar je moet het ook proberen neer te leggen bij instanties die er serieus mee aan de slag kunnen. Want dit soort vernielingen worden volgens de burgemeester niet of nauwelijks gemeld door bewoners. We moeten daar ook namen en rugnummers aan proberen te krijgen. We moeten data weten, we hebben nummerborden nodig. We hebben dan ook mensen nodig die bereid zijn om daarvan aangifte te doen. Het niet melden van misstanden in de buurt gebeurt vaak uit angst. Omwonenden durven niet naar de politie te stappen uit angst voor hun eigen veiligheid. Ook niet terwijl er anoniem melding gedaan kan worden. En anoniem is ook echt anoniem. Wij zijn er heel veel. Onze bijzondere opsporingsambtenaren zijn er veel. De wijkagent is iedere dag in de edelstenenbuurt om wortel en stok proberen mogelijk te maken. Maar zonder de hulp van de bewoners uit de edelstenenbuurt zelf lukt het ons niet om die buurt schoon, heel en veilig te krijgen. De omgeving Diamantstraat, Briljantstraat, Saffierstraat en Topaasplantsoen heeft al jaren een hele slechte naam in Alphen. Er wonen mensen van 68 verschillende nationaliteiten en maar liefst 45% van alle werklozen in heel de wijk Ridderveld woont in deze straten. De grote vraag is, gaan deze maatregelen werken? Daar hebben we natuurlijk geen garantie voor, maar we zullen dat wel blijven doen. Jongeren worden ouder en we hopen dat zij dan ook zelf het goede voorbeeld gaan geven. En ja, het feit dat we het 5 jaar geleden hebben geprobeerd en nu opnieuw moeten doen, mag nooit een argument zijn om nu niet opnieuw je best te gaan doen om het beter te krijgen. Met als doel om van de edelstenenbuurt weer een wijk te maken waar het voor iedereen fijn wonen is. Samen met de bewoners kijken wat er wel goed gaat in de edelstenenbuurt. Want het is ook een wijk met heel veel diversiteit, met heel veel energie en initiatieven onder bewoners. Volgende week zaterdag Burendag. En laten we ook kijken of dat we samen met de bewoners van die edelstenenbuurt kunnen werken aan een wijk waarin incidenten zoveel mogelijk tot het verleden behoren. En waar iedereen weer met een beetje meer trots over spreekt dan nu het geval is.